B-Post waagt dus opnieuw een poging om PostNL over te nemen. Dat blijkt uit een document in handen van het Financiële Dagblad. In mei mislukte een overname nog. En volgens het FD is het bod op een aantal aanzienlijke punten verbeterd. Ik ga erover praten met Corné van Zijl van Actiam. Corné, op welke punten moet het bod aanzienlijk beter zijn? Ja, het zijn 6 punten die ze noemen, maar de 2 belangrijkste zijn natuurlijk de prijs. Daar gaat het de aandeelhouders om. En dat kunnen ze doen omdat ze nu waarschijnlijk een gedeelte in aandelen gaan betalen. En daardoor wordt de totale waarde van het bod hoger. En dat is een van de belangrijke voorwaarden. En een tweede gaat over de pensioenen, waar wat meer garantie zal worden gesteld. Dus waarschijnlijk gaat er een bijdrage aan de pensioenpot worden geleverd. Goed, dus wat voor de werknemers en wat voor de aandeelhouders. Oké, het vorige bod lag tussen de 5 en de 6 euro. We zien een plus van 13% en dan staat het aandeel nu op 4,85. Het huidige bod zal waarschijnlijk tussen de 5 en de 6 euro zijn. En omdat je natuurlijk nog niet weet wat het deel is wat in aandelen betaald wordt, en dat je de koers van B-Post na het officieel lanceren van het bod niet weet, is het waarschijnlijk deze bandbreedte. Maar ja, als je met eigen aandelen betaalt en de waardering van B-Post is een stuk hoger dan die van PostNL, ja, kan je dus ook een hoger bod bieden. Is PostNL te koop? Als ze niet willen, niet. Maar ik denk, vorige keer hadden ze al heel veel kritiek gehad van aandeelhouders waarom ze niet mee akkoord ging. En ik denk dat ze nu wel heel veel moeite zullen hebben. Kijk, ik kan het management wel voorstellen dat ze wat terughoudend zijn. Ze hebben natuurlijk heel veel moeite gedaan en Nederland loopt wat dat betreft voor qua digitalisering. Dus die zijn al veel verder in de terugval in de postvolumes. En die zijn ook al veel verder in de bezorgen van de post, omdat er bij ons gewoon veel meer via internet besteld wordt. Dus op die 2 punten lopen wij voor en hebben we wat meer ervaring. Ja, en die wil B-Post natuurlijk graag kopen. En daar zouden ze graag zelf de credit voor willen. En die gaan dan bij een overname natuurlijk naar B-Post doen. Ja. Denk jij dat het ervan komt? Ik denk dat het onvermijdelijk is. De aandeelhouders van PostNL hebben zware jaren achter de rug en die willen eindelijk wel eens wat geld zien. Dus ik denk dat die erg op de deur zullen hameren van nou, ga er nu maar eens mee akkoord. Goed. Er zijn nog geruchten, maar wel sterke geruchten. Dankjewel, Corné van Zijl. Ja, en zowel B-Post als PostNL hebben wij natuurlijk gebeld, maar zij onthouden zich van commentaar.